opperste concentratie, 71 programmeurs en vormgevers, 71 hele slimme mensen zijn hier bezig om de beste applicatie te maken voor de toon van Eneco. Dat is een slimme thermostaat en die helpt je, als het goed is, je huis veiliger, aangenamer en zuiniger te maken. 2,5 dag zijn ze hier bezig, zonder te slapen, maar keihard te werken om op het eind de eerste prijs in de wacht te slepen. Nou, we hopen dat mensen creatieve oplossingen verzinnen, bijvoorbeeld voor geofencing. Dat betekent dat als je niet thuis bent en je verwarming staat aan, dat die automatisch uitgezet wordt. Dat spaart gas. Maar het kan ook zijn dat iemand iets maakt voor voice recognition, zodat blinde mensen de toon kunnen bedienen met hun stem. Tone, it's getting hot in here. So take off all your clothes. Ik let specifiek op echt op originaliteit, want we hebben al heel veel ideeën voorbij zien komen. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen eigenlijk in hun dagelijks leven geholpen worden en op een hele eenvoudige manier zeg maar technologische toepassingen krijgen waar zij gewoon hun dagelijks leven eenvoudig en makkelijker mee maken. We hebben wel al een aantal dingetjes een klein beetje werkend, maar het zit allemaal nog niet aan elkaar. Hoeveel uur heb je geslapen? Nul. Nul uur? Nul. How exciting are those last minutes for you? Stressing, not exciting. Gaan zij zo voor de winst? Zijn jullie echt voor de winst? Ja, natuurlijk. Ja? Althans. Ja, maar ook wel voor de lol. The number one, the big prize, the big bonus. It is who pays what, team number 12. Het team dat gewonnen heeft, heet Wie betaalt wat. Ze hebben een app ontwikkeld waarmee je per huisgenoot kan zien hoeveel energie die verbruikt. Mensen die samenwonen, die hebben vaak het probleem dat ze hun kosten niet goed kunnen splitsen. Wij zorgen ervoor dat mensen heel duidelijk en heel goed kunnen zien wie wat verbruikt. En dan ook heel makkelijk dat kan betalen. Op een gegeven moment blijft er maar één over. En ja, toen wij hoorden dat wij dat waren, toen waren we ontzettend gelukkig natuurlijk. Wat ga jij nu doen? Weer naar de volgende hackathon, denk ik. Maar zou je niet gaan slapen? Ja, eerst slapen. Afgelopen nacht aan één stuk doorgewerkt. We hebben het allemaal niet voor niks gedaan. En dat voelt natuurlijk goed. En dan anderen ons concept ook zien als een meerwaarde, dat is natuurlijk heel, heel fijn.